Hier zou die extra lange baan moeten komen. Het idee is dat de randgemeenten van Leiden ook bijdragen aan de 3,2 miljoen extra kosten, omdat zo'n lange baan schaatsliefhebbers uit de hele regio trekt. Een aantal kleinere gemeenten deden al toezeggingen, maar Alphen aan den Rijn schoof het besluit voor zich uit. We zien nu in Alphen dat het doorschuift naar februari. En dat is echt te laat. We moeten ook nu een besluit nemen nogmaals. De schaatsport is erbij gebaat dat er duidelijkheid komt. Dat we de schaatsport in deze kant van het land ook kunnen continueren. Dat kunnen we straks met een 250 meter baan. Wat 60% meer ijs is dan de huidige baan aan de Vondellaan. Als er nu niet een begin wordt gemaakt met de bouw van het schaatscomplex, zouden de bouwkosten wel eens flink kunnen oplopen, redeneert Leiden. Stichting Schaatsal Leiden is wel blij met het nieuwe schaatscomplex, maar het besluit om de lange baan te schrappen overvalt ze. Ja, verbijsterd. We waren echt helemaal ondersteboven van het bericht. Met name vanwege de timing. Want de ijsclubs zijn nog in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente Katwijk en Alphen. En daarom hebben ze nog hoop dat die extra lange baan er toch kan komen. Alphen is nog zeker niet zo dat we dat moeten afschrijven. En dat is ook de frustratie. Kijk, als Alphen echt heeft gezegd van we doen het niet en het gaat echt niet gebeuren. Ja, oké, dan is het duidelijk. Dan moet je je verlies nemen. Maar zover is het nog niet. En ook bij de ijsclub in Zoeterwoude balen ze van het besluit van de gemeente Leiden. Dit was de kans voor de regio om te laten zien van jongens, we slaan de handen in één. En we steunen gemeente Leiden bij een sportaccommodatie maken van formaat. En dat is, voor zover het al definitief is dat nou mislukt? Dat vind ik echt jammer. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Leiden het laatste woord over de lange baan. En die praat er in november over.